Ja, ik heb een progressieve vorm van MS en ik kan behandeld worden in Rusland. In Nederland doen ze het niet. Het is een stamceltherapie. En daar heb ik 75.000 euro voor nodig. Nou, wij hebben ons hele netwerk ingezet. Wij zijn met een team van ongeveer 12 actieve mensen. Zijn we bezig, zeg maar, om allerlei acties op poten te zetten. Er zijn ook al acties geweest en er komen ook nog acties. Dat gaat via de website. Mochten mensen, zeg maar, zelf een actie willen op poten willen zetten, ze hebben ons hulp nodig, kunnen ze ons berichten daarin op de website. De website is www.stopmsbijromaike.nl. En we hopen samen eigenlijk het doel van 75.000 euro te bereiken. Of te behalen, zodat Romaike, zeg maar, naar Rusland heen kan. Dat Romaike kan blijven zorgen voor Charlotte. En daar heeft ze alle steun voor iedereen om haar heen, heeft ze daarvoor. En wij gaan ervan uit dat we het halen. Ja, hoe weten we het nog niet precies, maar we gaan het halen. Absoluut. Ja, trek het rustig uit, zou ik zeggen. Het totaalbedrag van de glazen café Bonnebroek is 15.838,98 euro. In opa's oude schuur, er staat een arreslee. En als het winter is, dan gaan wij met hem mee. Een ritje door de sneeuw, het paard gaat in galop. Wij samen in de arreslee en opa zit voorop. Oh, en jingle bells, ga je met ons mee? Het is zo fijn om hier te zijn en we zingen. Ga je met ons mee?
opgepast. We zitten in een slee, dus hou je stevig vast. Maar opa weet hoe het moet, daar heeft hij voor geleerd. Want hij heeft al het hele jaar bij de kerstman gestudeerd. Oh, jingle bells, jingle bells, ga je met ons mee? Het is zo fijn om hier te zijn en we zingen lekker mee. Hey, jingle bells, jingle bells, ga je met ons mee? Het is zo fijn om hier te zijn. Samen met het Don Kozakkenkoor onder leiding van Wanja Glipka gaf het Overijssels Russisch Vrouwenkoor Radusha vrijdagavond een concert in de Grote Kerk. Radusha stond onder leiding van Adelia Malikov. Monique Chabot, dit is een beetje een heugelijk weerzien met Almelo, hè? Want... Ja, dat is inderdaad, ja, want 52 jaar geleden waren wij hier ook. En toen werd het boertje voor het eerst onthuld eigenlijk door mevrouw Veemeijer. Ik geloof dat dat een directielid van VND was, want daar stond het toen ook. Op het plein voor VND, als ik het me nog goed herinner tenminste. Het werd geschonken door VND? Oh, het werd geschonken door VND, ja, ja, ja. En toen is het helaas gestolen? Ja. Dat is, het, geloof ik, in 2012 of iets. Zoiets, ja. Oh, voorzichtig. Oei, keurig. Ja. Hij is al achterover gevallen. Nou, wij zijn hier gekomen om ons enthousiasme over het walking voetbal over te brengen bij de leden van PH. Het walking voetbal is dus eigenlijk anderhalf jaar geleden door de Heracles ook geïntroduceerd hier in Almelo. Het is een samenwerking van de Ouderenbond en de Vriendenloterij en de Eredivisie Nederland. Om heren boven de 60 jaar weer in beweging te krijgen, voor zover ze dat niet zijn. Maar ook de sociale activiteiten bij deze heren te bevorderen. Dat ze niet tussen haakjes achter de graniums terechtkomen en ook niet bij moeders in de keuken blijven zitten. We zijn gestart met de All Stars. En dat is een project wat al langer loopt in Nederland. Het is vanuit Engeland eigenlijk overkomen waaien naar ons kikkerlandje. Is gestart met allerlei BVO-clubs.
En je ziet nu her en der in het land dat ook amateurclubs ermee van start gaan. Nou, wij zijn eigenlijk enthousiast geraakt door de Gold Stars en wat die actief waren bij ON en bij Heracles. En nou, wij waren voornemend om dat ook te gaan doen bij PA. Het heeft echt lang geduurd, er zijn jarenlang gesprekken over gevoerd en ik sta hier nu. Maar voor mij waren er natuurlijk andere wethouders, portefeuillehouders, die er net zo hard aan getrokken hebben als dat ik de komende tijd zal gaan doen. En ik denk dat het nu tijd wordt dat we maar beginnen met het programma. En daar is ze dan, Roos! Kan zich melden. Ja, het loopt een storm. Het gaat hartstikke goed. En dan beginnen we hier. En dan gaan we over de luifel die je daar ziet heen. Dan gaan we het tweede stuk van de oostgevel doen. En wat wordt dat? Dat worden winkels. Met de mogelijkheid om ook appartementen bij te krijgen. En dan gaan we over de McDonald's heen naar Haven Zuid. Kan dat niet gewoon voort? Nou, de McDonald's die zal er niet heel lang meer staan, want die gaat er ook af. Dus we hebben nou de smaak te pakken. We schuiven van alles opzij, maar dan kom je van alles terug. Dat is weer typisch allemaal, hè? Afbrengen wat je afbrengen kunnen. Nou, we zetten er wel mooie dingen voor terug. Dat hebben we van jou geleerd. Van die stadsmuziekop. Ja. Kamba. Gewoon handje gedaan. 1 en 2. Het was echt een close finish. Vanavond ben je hier en ben jij gekozen tot sportvrouw van Almelo in 2015. Kijk me nou eens heel diep in mijn ogen. Had je dat verwacht? Ja, ik ga naar de Olympische Spelen. Dat zou wel een beetje raar zijn dan. Ja, het was een druk jaar, maar uiteindelijk heeft het wel laten zien in resultaten. Ik ben twee keer Europees kampioen geworden in twee verschillende gewichtklasses. Hoe staat u nu in de plannen zoals die er nu voor liggen? Financieel onhaalbaar is. En ook technisch onhaalbaar is, zeg maar, om de gewenste producten te realiseren in het bestaan of in het oude stadhuis. En daarvoor hebben wij destijds al besloten dat wij hebben gezegd van wij gaan verslopen en we gaan voor een stukje herontwikkeling van Almelo op die locatie. Hans Buitenweg, hoe denk je over het oude stadhuis? Wat moet er mee gebeuren? Ja, daar ben ik altijd duidelijk in geweest. Van ik wil heel graag dat het hergebruikt wordt. Dat het een nieuwe functie krijgt. Wij hebben als partner van de gemeente Almelo gezegd, wij gaan een heel eind mee, zeg maar, in het verhaal. Maar wij willen nu eerst duidelijkheid, zeg maar, over het verhaal, zeg maar. Gaan we slopen of gaan we naar hergebruik voordat we verder kosten gaan maken? Ik hoor een aantal partijen in de raad ook zeggen van het moet allemaal snel verlopen, want het gaat ons zoveel geld kosten, die leegstand. Maar als je dus rekening houdt met de rechtszaak die nu loopt om van dit gebouw een monumentenstatus te krijgen, dan is het wel goed om met de partij van hergebruik gebouwen in zee te gaan. Want die heeft dan een soort overeenstemming met die bezwaarmakers. En als het aankomt op sloop, dan zal die procederende groepering, Stichting Heemschut en Kuipersgenootschap, ja, die gaan door tot de Hoge Raad. Prachtig, hè? Het is echt een heel mooi, prachtig scherm. Deze, ja, die was het. Ja. Oh, hij doet het.
Zo'n 2 jaar geleden zijn we begonnen met praten over de nieuwe inrichting, de herinrichting. En gaandeweg zijn we vanuit de inhoud tot de vorm gekomen die het nu is geworden. Nou, al snel bleek eigenlijk dat de inhoud groter was dan de ruimtes konden dragen. Eigenlijk zit in alle ruimtes ramen. Dus je hebt erg weinig handruimte. Je wil wel een verhaal vertellen. Dus we hebben ervoor gekozen om, zoals je hier ziet, ook een hele grote blauwe wand in elke ruimte te plaatsen als voorzetwand. Peter van der Hout van Beter Wonen, Almelo vannacht opgeschrikt door een grote brand. Jazeker, anders wakker worden 's ochtends als je een bericht krijgt dat een bijzonder gebouw in Almelo in brand staat. Een vrij stevige brand die aan de orde was, dus wat dat betreft ook alle reden om met heel veel materiaal hierheen te komen voor de brandweer in de regio. Ja, want het was al begonnen met de verbouwing, hè? Nieuwe appartementen komen erin. We waren begin januari begonnen om eindelijk aan de slag te gaan in de Rietmaven om hier appartementen te gaan realiseren. Fijn. Ik heb eerder tegen mensen gezegd dat ze hier met de kerst kunnen gaan wonen. Dat was voor deze brand. En ik ga nog even geen nieuwe uitspraak doen wanneer dat weer is. Maar ik ga in elk geval zorgen dat we zo snel mogelijk wel weer aan de bak kunnen. Waarom zijn jullie tot deze verbouwing overgegaan? Nou, omdat wij graag ruimtes wilden realiseren voor onze leerlingen om te kunnen werken in een omgeving die past bij datgene wat ze aan het doen zijn. We hebben een nieuw studium, dat is hierboven gerealiseerd. Dat is eigenlijk voor de leerlingen is het een studeerruimte waar ze zowel kunnen ontspannen, waar een bibliotheek in zit, waar een huiswerkklas in zit. Daarnaast, daaronder zijn 2 gymzalen gerealiseerd. Ook is er in een andere vleugel een geheel nieuw technasium en een artium, dus waar de kunststroom gevestigd is. En dus zo zijn er veel nieuwe aspecten, zeg maar, in het oude gebouw bijeengebracht om toch op een eigen tijdse manier in dit mooie historisch gebouw les te kunnen blijven geven. Ik zal graag de aftrap willen geven met de presentatie. Als u leuk. Wat is de aanleiding? Volgende sheet. 6 verenigingen die met elkaar een bestuur zijn gaan vormen uit deze clubs om met elkaar een beweging op gang te brengen. Dat is 5 jaar geleden begonnen, ook in de raadzaal, om het verschil te maken. Want dat was eigenlijk de vraag van vanuit de maatschappij ook het verschil maken als het gaat om doelstellingen. Wat vond u van deze politiek? Ik vond dat het in het begin heel veel ging over het geld. En hoe kunnen we het geld nog ergens weghalen als natuurhuis. Maar aan het eind van de vergadering vond ik toch heel veel positieve geluiden. Waarbij het niet zozeer ging om het geld, maar wel van hoe gaan we het realiseren. Het natuurhuis. En dan moeten we maar zien als gemeente met slimme oplossingen komen bij waar het geld vandaan halen. Wij zijn vandaag ontzettend blij dat we ons nieuwe clubhuis kunnen openen. We hebben heel veel jaren moeten wachten totdat we duidelijkheid hebben wat hier gaat gebeuren bij Achilles. We hebben veel gewacht op het verbouw van Heracles. Dat is allemaal rond de afgelopen 2 jaar. We hebben aangepakt al het achterstallig onderhoud. We hebben nieuwe ideeën in onze binnenkant van ons clubhuis. En daar hebben heel veel mensen er druk mee geweest afgelopen winter. En dat is nu gereed. En dat vieren wij vandaag bij Achilles. Ik vond het een grote eer om hier te komen. Het is inderdaad voor het eerst dat ik van deze kant het stadion zie. En dan word ik eigenlijk ook daar heel erg trots op. Maar jullie kunnen net zo trots zijn op het gebouw wat jullie hier met z'n allen neer hebben gezet. Ja, dan nu de handeling. Het moment de supreme. Ja, zeker feest, kijk eens. Ja, we hebben de korf iets aangepast voor u, maar we gaan er vanuit in de inpoging. Je mag alles doen als je er maar doorgaat. Hey! Je hebt het is weer een aantal weken geleden dat die Nederlandse beker werd veroverd. Het was een weekend waarin jullie boven jezelf uitstegen. Nou, daar weet ik niet of we boven onszelf uitgestegen zijn. We hebben het volleybal gespeeld wat we kunnen spelen.
We hebben er naartoe gewerkt dat de spelers daar fit waren. En ja, sommigen waren met plakband aan elkaar geplakt. Maar op dat moment konden ze wel optimaal presteren. Maar dat kunnen we niet over langere termijn. Want daarvoor zijn de blessures die ze hebben te ernstig. Het is echt uniek. En dat is ook de reden geweest dat wij hen als heel team uitgenodigd hebben. En op deze manier hebben gehuldigd met de beker die zij behaald hebben. Dus wij vonden het ook heel passend als college, als blijk van waardering, om ze hier uit te nodigen. Ook vlak voor de raadsvergadering, zodat raadsleden er ook bij betrokken zijn. En hun hier echt letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Maar ook dat we erin houden. Vindt u ook? Ja! Ja. Niet spannender maken dan nodig. Als eerste is dat Lieselotte Grobbe. Lieselotte, alsjeblieft. Hoe is het dat je min of meer gewonnen hebt, hè, in de regionale? Ja, vind ik superleuk. Had je het verwacht? Nee, echt totaal niet. Zeg, vertel eens, welk boek las je uit voor? Ik las Razend van Carrie Slee voor. Carrie Slee is een goede schrijfster? Ja. Nou, al heel gauw sprong degene die wij bovenaan hadden, die sprong er voor ons erg uit. Lieselotte, die heeft dus gewonnen. En dat meisje, dat las ontzettend goed voor. Ze zat helemaal in het verhaal. De intonatie was goed. Met het publiek, contact met het publiek was goed. Dus ja... Dat is gewoon heerlijk om te horen en om mee te maken. Oké, mensen, ik wil even van jullie allemaal horen. We gaan even met de hele oude SB feliciteren. Ik tel af en dan schreeuwen we met z'n allen SB gefeliciteerd. Ja, gaan we. 3, 2, 1...
Nou, zijn er behoorlijke zorgen eigenlijk, want er gaan dus toch maar berichten zijn dat de Karelskamp dicht gaat. Hoe zit dat? Nou ja, goed, er is een conceptvoorbereidingsplan gemaakt. En vanuit dat plan wordt de PJ Almelo genoemd als een van de te sluiten inrichtingen. Maar zoals ik al zei, is het een conceptplan. Dus aan het concept kan daadwerkelijk nog wel gesleuteld worden. Ja. Nou zijn voorlopig de ergste dreigingen voorbij, maar toch niet helemaal. Je bent er toch niet gerust op, hè? Nee, we zijn er niet helemaal gerust op. De staatssecretaris gaat ook gewoon door met het uitvoeren van zijn plan. Hij is nu opnieuw berekeningen aan het maken. Op het gebied van die terugkeer in de maatschappij, waar we heel erg op inzetten, vooral met die gedetineerden, samenwerkend in de fabriek, samen met Soweco, reclassering, ketenpartners. Ja, daar zijn wij goed in op weg. En dat is wat we allemaal willen. We willen graag een laag recidivecijfer. Uiteraard een veilige maatschappij. Hoeveel mensen werken hier? Er zijn hier ongeveer 170 mensen werkzaam. En het gaat niet alleen om onze baan, maar het gaat om de hele regio. Nou, wat wij samen met de burgemeester zijn we vooral bezig hun op hun gebied om die politieke lijn te beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat wij open blijven. Aan het begin hadden we vrij moeilijk omdat de motorfiets van de week helemaal volledig opnieuw opgebouwd is. Omdat die hier in een nieuwe kleurstelling staat. Alleen aan het einde best wel positief. En zo de heer op het strijdros voor het seizoen 2016 te onthullen. Dames en heren, de Suzuki V6 TSX 600R. Een vooravond van een nieuw seizoen van motorrace, ONK wegrace en de Supersport 600 klasse. De ONK races, dat zijn de? Het zijn wegracers dus van motorfietsen en dan Open Nederlands Kampioenschap. Dus dat betekent dat het een internationaal deelnemersveld is, doordat er meerdere nationaliteiten zijn toegestaan. Ja. Het vorige seizoen is helaas niet verlopen als gewenst. We hadden als doelstelling om in de top 3 waarschijnlijk de titel te gaan. Alleen toen ik eenmaal in de derde wedstrijd raakte ik geblesseerd. Ik stond op dat moment in de top 3 van het kampioenschap, dus we waren in het bereik van onze doelstelling. Dus de wedstrijd is mijn schouder uitkomt geraakt door een flinke touché met een andere coureur. En daardoor heb ik een operatie moeten ondergaan vorig jaar. En uiteindelijk is dat allemaal weer goed hersteld. Je hebt hem wel uitgereest, hè? Ik heb de wedstrijd wel uitgereest. Ik ben ook nog als derde gefinished. Ja. En ook nog als derde gefinished. Wat is je ambitie voor het nieuwe seizoen? De ambitie is voor dit jaar is om kampioen te worden. Ik heb vorig jaar laten zien dat de snelheid degelijk aanwezig is. Vooral toen ik ook terugkwam van mijn blessure. Dus de doelstelling is duidelijk. Het materiaal is een Suzuki 600, klaargemaakt door onze eigen motorzaak Erische Motoren. En het is, materiaal is echt dit jaar op heel hoog niveau. De stichting Beautiful Ballooning die verzorgt, of die organiseert eigenlijk ballonvaarten voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen. En wij doen dit al 13 jaar nu met heel veel plezier. We nemen 8 zieke kinderen mee in totaal. Ja, en ze mogen dan ook allemaal een begeleider meenemen. Ik ga met een luchtballon mee. Ik ben opgegeven door een fysio. Daarom ben ik hier. Ik heb spina bifida. Ik ben geboren met een open rug. En ik loop ook met valken. Hallo, ik ben Marilie Vroinga en ik ben 9 jaar en ik zit op de Heemde. En ja, wij hebben dus nu de Kids en Kunstweek. En ik doe daar mee. Ja. Het hele school. Dankjewel. Ik ben Maud van Dijk, ik ben 7 jaar oud en ik zit op de Heemde. Zeg maar. Hallo, ik ben Sophie van Dijk, ik ben 9 jaar en ik doe mee met deze zender. Wij hebben de Kids en Kunstschool. Daar kan je 2 weken zelf dingen kiezen met kunst, wat daarmee heeft te maken. En daar kan je ontdekken hoe leuk kunst eigenlijk is. En Maud, vertel eens, welke beroemde kunstenaars heb je allemaal zo langs zien komen?
Vincent van Gogh, Kandinsky en Andy Warhol. Waren daar ook lessen in? Ja, je had één dag ongeveer 2 uur of 1,5 uur of zo. Had je om zelf te leren wat je kon doen, bijvoorbeeld boetseren hier achter ons. Daar zijn allemaal kabouters en allemaal hoedjes met vrouwtjes en die dingen gemaakt. Ik weet niet hoe die heten. Maar je kon je dus helemaal uitleven. Er was een mevrouw bij en die legde alles uit. En het was gewoon heel leuk om te doen. Ja, we kwamen elkaar tegen in 2012, denk ik, 2012-13, in Oostenrijk. Toen opperde meneer Timmerhuizen van, eigenlijk moest er eens een keer een bruggetje komen, zodat we een ommetje kunnen maken. Nou, ik zat daar toen ik terugkwam in Almelo als wethouder over te na te denken. Dus ik dacht, nou, als daar op het platteland dat kan, moet dat ook in Almelo kunnen. En toen heb ik met ambtenaar Reinerink hebben we dat uitgezocht. En zo is het initiatief geboren, hebben we het geld bij elkaar gesprokkeld. Zien we dat het bruggetje gerealiseerd is. Dus ik ben heel blij voor al die mensen die hier gebruik van gaan maken. Want daar ben ik van overtuigd dat dat zeker gaat gebeuren. Ja, dit voelt toch heel bijzonder. En wat ik ook bijzonder vind is dat je eigenlijk met een initiatief waarvan je denkt van in een grote gemeente als Almelo zal dat altijd ergens stranden en zal er nooit geld voor zijn om zoiets gerealiseerd te krijgen. Dat toch iemand, in dit geval de wethouder en daarna de ambtenaren, in staat zijn geweest om daar mogelijkheden voor te zoeken. En al heeft het enige tijd geduurd om het toch uiteindelijk te realiseren. En ik vind het resultaat ziet er geweldig uit. Ja. Nou is er ook een particuliere donatie gedaan, hè? Ja, dat was in het kader van de Rood voor Rood regeling. Het is in ieder geval zo dat dat ook in feite openbaar geld is. Wat via een particulier ook in deze brug gestopt is. En dat is dan, daar mag ook de familie Burgman een pluim voor hebben. Hartelijk dank, heren. Tot uw dienst. Graag gedaan. Meestal komt dus de viering. Ja, maar hier gaan er nog wel meer in. Hoe zit het? Alleluia, Rafi Ansik, yaptım. Rafi Ansik ve Noreen Haydar'ı. Laf Hima Noreen, bizi popok için Masrihti Hayaraki Lagani Gereco Vartuçan Gome. Talige Nederlanders. En we gaan eigenlijk de hele wereld rond om alle hulpbehoeftigen te helpen en steun te bieden. Hey. Maakt u een foto? Of video? Maar we zijn aan het schudden, dus we moeten niet.
deze. Hè? Dit is een gebed letterlijk. Het is één zin wat je ziet hier. Hè? Je moet van rechts naar links. Eén zin. Oh, je leest van zo. Ja, zo van zo. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dat gebruik je dan tijdens bidden. Want... Hello? Okay, just a second. It's for you. Phenomena. Dag meneer, waar wacht u op? Op de haven. Er zou hier een haven zijn. Dus ik heb de boot meegenomen, maar er is geen haven. Dat is ook wel zo. Ja. Maar die moet toch eerst nog gegraven worden? Ja, maar hij zou er al zijn toch? Dus Almelo is toch een stad van snelheid? Alles gaat toch lekker vlot in Almelo? Ja, dat dacht ik altijd. Volgens mij is het plan klaar. Dus ik zou zeggen, de kraan ervoor, schop erin en haventje graven. De boot is er, dus we kunnen zeilen. In het provinciehuis heb ik meegedaan aan de finale van het Overijssels debattenwoord Almelo. En deze heb ik gewonnen. Ik ben in staat om mijn titel te gaan verdedigen. Dus wellicht dat er volgend jaar nog een jaartje hier staat. Maar als ik hier niet aan meedoe, dan weet ik zeker dat andere mensen, andere debattoppers bij ons op school, dat ook in staat zullen zijn om deze trofee hier langer te laten pronken. De hartjes symboliseren ieder zijn eigen mening en zijn eigen passie. En die hartjes zijn ook in verschillende kleuren. Dat symboliseert dus ook verschillende meningen van mensen. Iedereen gooit zijn eigen mening erin. En dat moet resulteren in een algemeen goed gevoel voor de hele gemeente, zeg maar. In de stad is wat ze lopen. Ja, dan ben je onwijs blij dat er bij het eerste internationale toernooi ook echt buitenlandse ploegen ook aanwezig zijn. Buitenlandse ploegen, waar komen ze weg? Voornamelijk Engeland, want in Engeland is het ook ontstaan. Is het onwijs populair. Ik dacht nu 484 clubs zijn daar aangesloten aan de voetbalfederatie. We hebben ook teams uit België en uit Duitsland. Hoeveel teams nemen er in deze dagen deel aan dit toernooi?
Dat zijn er 28. Nou, nu zijn de finale rondes, dus ik kan het nog niet helemaal zeggen. Maar je ziet wel dat de Engelse walking voetballers, ja, die doen het al wat langer. Ja, die komen ook wel naar boven tijdens het toernooi. Ik moet zeggen, ADO Den Haag zit altijd wel bij de finales. En als ik zo kijk, dan zie ik ook Erinsum en Go Eagles ertussen zitten. Wat we gaan doen is, de alarmering die wordt op gang gezet en die bellen 112. Je gaat vervolgens kijken wat er aan de hand is, want de alarmcentrale heeft zoveel mogelijk informatie nodig om deze calamiteit op een goede manier tot einde te brengen. Dus wat belangrijk is, u geeft als u 112 gebeld hebt, duidelijk door wie u bent, waar zich het ongeval plaatsvindt. En hoeveel personen erbij betrokken zijn, dat is wel heel belangrijk. Dan gaan we weer naar kijken.
Daar gaat een eigen mok. Gezellig even kijken. En er zijn een mooi. Ik ben Dick van der Veer en ik woon in Wierden. Ik ben wel in Almelo geboren trouwens, maar ik woon dus al sinds 1985 in Wierden. Dus ik ben eigenlijk wel Wierdenaar geworden, inmiddels. En je zit bij Servus? Ik zit bij Servus, ja. Servus Almelo, maar hoe lang zit je daar al bij? Nou, ik ben vanaf Servus begonnen is, toen ben ik daarbij gekomen. En wanneer was dat? Dat was in 1985. Alles wat er toen bij was, daar is er bijna niemand meer van. Nee, want jij bent er nog steeds. Ik ben de enige artiest een beetje vanaf die tijd er nog bij is, ja. Vanaf 1985? Hier bij deze groep tenminste. Ja, precies, ja. Ja. Maar dat is een hele onbescheiden vraag, maar hoe oud ben je dan nu, Dick? Oh, ik ben op dit moment 92 jaar en 4 maanden. Ik heb begrepen, dit is jouw laatste voorstelling. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Dat voelt voor mij niet zo best natuurlijk. Kijk, als je in een opbouw zit, dan ga je steeds verder, hè, naar boven. Mm-hmm. Dus ik ga naar beneden, dus ik moet een keer stoppen. Ja. En dat is nou. Ik ben dus lid van Servus en... En je bent niet gewoon lid, hè? Nou ja, ik ben dan nog erelid. Ja, zeker. Het enige op dit moment. Servus, daar moet je door gegrepen worden. Je moet door de lieden gegrepen worden. He? En als je dat één keer hebt, dan gaat het vanzelf. Dan ga je vanzelf verder naar het einde toe. Ja. Voor zover hij dat zelf in de hand hebt. Het was inderdaad wel een heftige week. Het was ook wel. Het zijn al tijden heftige weken bij de Partij van de Arbeid. We hebben een lastige tijd achter de rug. Nou ja, maandag kwam daarbij dat Willem Lapatti bekend maakte dat hij naar de VVD overstapt. Ja, dat is een heel raar begin van je week. Voelt u zich al een beetje thuis bij de VVD? Nou, ik kan zeggen dat ik me heel goed thuis voel. Ik heb vandaag ook in de raad heb ik aangegeven dat ik vanaf vandaag eigenlijk formeel zeg maar onderdeel uitmaak van de VVD-fractie. Daar ben ik heel blij mee. We hebben vandaag zelfs al nieuwe fractiefoto's gemaakt. Dus op dit moment zeg maar wordt dat waarschijnlijk al op de website van de gemeente gezet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Goed, je kwam begin dit jaar in de fractie van de Partij van de Arbeid omdat er een aantal mensen uit die fractie uitgingen. En nu ben je fractievoorzitter. Hoe voelt dat? Ja, weet je, met alles wat er is gebeurd voelt het niet echt feestelijk. En doe je gewoon even wat nodig is. Ja, we gaan aan de slag met de inhoud. We hebben volgens mij de laatste tijd veel te veel met elkaar, hebben we ons te druk gemaakt om elkaar. En ik denk dat we aan de slag moeten met, waar we hier zijn, de motiemarkt, de inwoners, daar gaat het om en daar gaan we mee aan het werk. Wat verandert er dan eigenlijk?
Nou, wat er verandert is natuurlijk gewoon dat ik in een nieuwe fractie zit op dit moment. Dat ik daar heel veel zin in heb en dat ik vooruit kijk voor Almelo. En dat we constructief aan het werk gaan, ook nu in een nieuwe samenstelling. En daar ben ik heel erg blij mee. Afdeling Almelo en omstreken is springlevend. Dankzij u als lid en dankzij alle vrijwilligers. Op naar de volgende 100 jaar. Blij u te kunnen melden dat het college van burgemeester en wethouders van Almelo heeft besloten u de stadspenning van de gemeente Almelo te geven. En daar hoort natuurlijk een mooie penning bij, maar ook een oorkonde. Gemeente Almelo, stadspenning van de gemeente Almelo, ingesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 1985, is door ons toegekend aan Groei en Bloei Almelo en Omstreek op grond van haar 100-jarig jubileum. Heel hartelijk gefeliciteerd. Dat jullie de stadspenning hebben gekregen, was dat iets wat jullie verwacht hadden? Nee, daar hadden we totaal niet op gerekend. Daar zijn we erg trots op. Nou, onze leden komen voor 1/3 deel uit Almelo en verder komen ze uit de gemeente Wierden, uit de gemeente Twenterand en uit de gemeente Tubbergen. Is gebleken dat de laatste jaren mensen, zodra ze de 50 gepasseerd zijn, de kinderen de deur uit zijn, ze dan ineens aandacht en tijd krijgen voor wat meer tuinieren. En vandaar dat u in die leeftijdsgroep hier heel veel mensen zit en die aanwas blijft komen. Eddie Schoneveld, we zitten hier op de 50ste Almeloze Ruiterdagen. Wat betekent dat voor jou? Ja, eigenlijk wel een beetje spanning. We zijn hier al maanden mee bezig geweest. 50 jaar is natuurlijk een prestatie als je een evenement zo lang kunt volhouden. Daarnaast is het ook zo dat het evenement het oudste evenement van Almelo is. Waar we toch met elkaar best wel een beetje trots op zijn. En het is een van de grootste paardensportevenementen van Nederland. Dus met elkaar zijn we echt weken bezig geweest, nou zeg maar maanden, om dit evenement voor te bereiden. En dat het dan zover is, dat geeft toch een bepaalde kick en een bepaalde kriebel. Ponies, er zijn echt hier hele topruiters bij die ook internationaal presteren. Dus, maar het klopt wel dat de aankomende maandag de paarden komen en daar hebben we ook echt een heleboel toppers bij zitten. Maar van het weekend hebben we ook topsport gezien hoor. We hebben in ieder geval Frank Hosmar hier in huis, die gaat naar de Olympische Spelen toe in Rio. We hebben Gabrielle Rensing, lid van onze eigen vereniging, die zojuist ook in het viertal heeft gereden. Zij is lid van de Lole Ruiters, de organiserende vereniging hier. Maar ze is een 7e geworden op het Nederlands kampioenschap. Ook echt weer de moeite waard. We zullen er zijn. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. Helemaal goed.